weet misschien ook wel dat we hier vaak een meesterpreek en de lunchpreek hebben, waarbij we dan een bestuurder van een van de bedrijven hier rondom de Zuidas uitnodigen om, ja, om eigenlijk toch te reflecteren op zijn of haar gedachten, inspiratie, drijfveren. En dat zijn hele interessante bijeenkomsten. Ook altijd goed bezocht, net zoals deze. Maar nu dachten we willen het arsenaal graag uitbreiden en we hebben vandaag een primeur. En dat is Marley Huijen. Marley Huijen is ons denker des vaderlands. En zij is bereid om ons vanmiddag een overdenking voor te houden. Ze heeft het ontzettend druk. Ze schijnt gisteravond nog bij Pauw te zijn geweest. Ik weet niet of u het gezien heeft, maar een vrouw is voor dit verhaal dat zeer de moeite waard is. En ik wil u graag een hartelijk applaus voor Marley Huijen. Ik wil graag met u spreken over ongelijkheid, of liever nog over het thema verongelijkheid. Het thema van de maand van de filosofie, april is altijd de maand van de filosofie, ongelijkheid is. Heeft een van u toevallig het essay gelezen wat geschreven is voor deze maand van de filosofie? Het is het essay van Rutger Bregman en Jesse Frederik. En het heet Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. Is er iemand die het gelezen heeft? Ja, ja, goed zo. De vraag is natuurlijk duidelijk. Moeten vuilnismannen eigenlijk niet meer verdienen dan bankiers? En in het Nederlands hebben we zo mooi een dubbele betekenis bij het woord verdienen. In het Engels moet je dan zeggen you earn a certain amount of money, ja, dus je verdient een bepaald salaris, en you deserve, je verdient het, omdat je je best hebt gedaan. Nou, in het Nederlands hebben we één woord daarvoor en je kunt je dus afvragen, zouden vuilnismannen eigenlijk niet meer moeten verdienen dan bankiers? Want het is de vraag of we wel zonder vuilnismannen kunnen en volgens de auteurs zouden we heel goed zonder bankiers kunnen. En ze onderbouwen dat, ik moet eerlijk zeggen dat is dat niet een ongelooflijk sterke onderbouwing is, maar ze onderbouwen dat vanuit een staking. En er is in de jaren 60 een staking geweest in New York van vuilnismannen. Nou, we hebben dat een tijdje geleden ook bij de NS gehad. En je ziet dat we totaal niet zonder vuilnismannen kunnen, want dan wordt het één grote chaos. En ze geven een voorbeeld van een staking van bankiers in Ierland. En wat zie je daar? Dat er binnen de kortste keren een nieuw uitwisselsysteem ontstaat. In dit geval via kroegen. En dus de kroegen die hadden een soort geldvoorraadje en die gaven dat aan mensen als ze dachten dat dat betrouwbaar was. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet weet of datzelfde zou gebeuren als in Nederland de bankiers zouden staken. Wat er dan precies zou gebeuren. Of er dan ook een nieuw uitwisselingssysteem zou ontstaan. Maar goed, ik vind het een mooi idee. En de achtergrond daarvan is om deze vraag te stellen. Is dat het huidige systeem waar wij in leven. En dat wordt door velen een neoliberaal klimaat genoemd. Omdat er een vrije marktideologie heerst in onze samenleving. En die draagt bij aan een meritocratische samenleving. En alle empirisch onderzoek laat ook zien dat wij in Nederland, naarmate we meer ons best doen, ook meer verdienen. Dus wij leven in een meritocratische samenleving. Het lastige is dat dat natuurlijk voor heel veel mensen niet opgaat. Hè, als je keihard werkt, kan het toch zijn dat je geen baan krijgt. In Nederland is de werkloosheid onder allochtone jongeren twee keer zo groot als onder autochtone jongeren. En je kunt niet zeggen dat dat komt omdat ze niet hard genoeg werken. Want ook hoogopgeleide allochtone jongeren worstelen met ditzelfde probleem. Dat brengt mij al bij het onderwerp je verongelijkt voelen. Want als je ongelijk behandeld wordt, terwijl je gelijkelijk je best hebt gedaan, is de kans heel groot dat je je ongelijk voelt. Verongelijkt voelt. Toch wil ik hier al een eerste kanttekening bij stellen. Want het begrip gelijkheid, zoals dat in het essay van deze heren, maar ook in zeg maar, het hele verhaal over de meritocratische samenleving,
wordt gebruikt, dat begrip gelijkheid impliceert eigenlijk dat het een gelijkheid is die in geld is uit te drukken. En je kunt je afvragen of dat niet een veel te simpele opvatting is van gelijkheid. Zodra mensen in een volkomen lege situatie bij elkaar komen en over gelijkheid gaan discussiëren, dan zie je dat er binnen de kortste keren een leider is aangewezen, dat een van de personen het hoogste woord heeft en aan het einde van de dag zijn alle posities verdeeld en is er een enorme ongelijkheid. Ja, hetzelfde, je kunt dat soort ongelijkheid onmiddellijk in geld uitdrukken. Want dan kan je zeggen, de persoon die de leider is, die geven we natuurlijk meer geld dan de persoon die de hele tijd niks zegt. En datzelfde zie je ook, stel dat wij op zondagochtend met elkaar afspreken dat iedereen hier in de zaal eenzelfde hoeveelheid geld krijgt, dan kun je er vergif op innemen dat op woensdag de ene al veel rijker is dan de ander. En dat is niet alleen een kwestie van talent, maar ook een kwestie van geluk. Je legt bijvoorbeeld je geld ergens in of je koopt iets. En het kan zijn dat toevallig je een product hebt gekocht wat op dinsdag heel goed in de markt ligt. En wat je dan goed kunt verkopen waardoor je op woensdag rijker bent. Je zou je af kunnen vragen of deze visie op gelijkheid, of dat nou de juiste visie is om daar naar te kijken. Want wat gebeurt er in dit model als je ongelijk bent? De kans is dan heel groot dat je je verongelijkt voelt. Dus die persoon die op woensdag minder geld heeft dan op zondag, zal zich waarschijnlijk verongelijkt voelen. Even kijken wat voor publiek ik hier heb. Wie van u voelt zich eigenlijk wel eens verongelijkt in zijn werk of misschien sowieso in het leven? Een stuk of 8, 9, 10. Nou, ik denk heel eerlijk gezegd dat elk mens zich wel eens verongelijkt voelt. En dat komt omdat je soms in situaties komt waar anderen je ongelijk behandelen, terwijl je zelf denkt dat je gelijk bent. Dus in dit plaatje, waar je een simpel soort vorm van gelijkheid hebt, is het risico heel groot dat als er ongelijkheid is, dat je als individu je chagrijnig gaat voelen, dat je ook schuldig gaat voelen. Oh, ik had misschien harder moeten werken. Of andersom, dat je de schuld aan het systeem gaat geven en gaat zeggen van ja, maar de overheid had moeten zorgen dat de gelijkheid beter verdeeld was. En dat wij beschermd zouden zijn tegen bijvoorbeeld de toevalstreffers op de markt. Ik zou tegenover deze simpele vorm van gelijkheid een ander soort gelijkheid willen stellen. En dat idee ontleen ik aan Michael Walzer, een Amerikaanse filosoof. Die zegt namelijk, je zou gelijkheid op verschillende manieren moeten bedenken afhankelijk van de sfeer waarin je verkeert. Dus bijvoorbeeld op het kantoor moet je een andere logica van gelijkheid bedenken dan in de gezondheidszorg. En eigenlijk zou je die vormen van gelijkheid ook niet uit mogen wisselen. Dus stel dat wij binnen de voetbal een bepaald gelijkheidsprincipe introduceren en we zeggen als iemand echt beter kan scoren, dan mag hij ook beter verdienen. Zou dat niet uitgeruild mogen worden tegen de ideeën die we over gelijkheid hebben binnen de gezondheidszorg? Dus het mag niet zo zijn dat als een voetballer zijn knie heeft beschadigd, dat hij dan per definitie bovenop de ranglijst hier op de VU komt te staan en meteen geopereerd wordt. Want je zou kunnen zeggen, nee, binnen de gezondheidszorg hebben we een heel ander principe van gelijkheid dan binnen het professionele voetbal. En dat kun je dus uitbreiden voor allerlei sferen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ook in het onderwijs willen wij een sfeer van gelijkheid.
Of misschien juist niet. Je ziet in Nederland dat er inmiddels voor studenten een ongelijkheid is geïntroduceerd. Waarbij je zegt er mogen university colleges zijn voor de bright guys en girls. En er is gewoon onderwijs voor de iets minder getalenteerden. Nou, je kunt je afvragen of dat rechtvaardig is, maar de ene sfeer koppel je in die zin dus bij Wolzer los van de andere sfeer. Dat betekent dus ook, als u straks, ik weet niet wie van u hier allemaal op de Zuidas werkt, als u straks teruggaat naar uw kantoor, dat u eens even zou na moeten denken van, wat vind ik nou binnen mijn werk een logica, een gelijkheidslogica die rechtvaardig is of moreel te verantwoorden binnen mijn werk. En zou ik een logica van gelijkheid of ongelijkheid kunnen bedenken waardoor niemand in het kantoor zich verongelijkt voelt? Zou dat een mogelijkheid zijn? Of is het zo dat je zeg maar binnen het neoliberale klimaat, waar ook hier op de Zuidas natuurlijk je snel het slachtoffer of de dader van bent, dat je alleen maar kunt denken in termen van die simpele gelijkheid, oftewel degene die het hardste werkt, die verdient het meeste. Dat is maar één simpele, zou ik zeggen, simpel niet in de zin van dat het simplistisch is, maar een eenduidige vorm van denken over gelijkheid. Het zou namelijk ook kunnen zijn dat je binnen het kantoor zegt, ik weet dat die ene collega een kind heeft dat veel gezondheidsproblemen heeft. Eigenlijk vind ik dat hij wel wat meer zou mogen verdienen dan ik. Want ik heb geen mensen waar ik voor hoef te zorgen. Ik heb ook zelf geen handicaps. Dus dat zou misschien wel op een hele andere manier verdeeld kunnen worden. Nou, dat is waarschijnlijk een logica over gelijkheid die helemaal niet gebruikelijk is hier op de Zuidas. Maar ik zeg het om u aan te geven dat je op heel andere manieren over gelijkheid en ongelijkheid, ook binnen een werksfeer, maar ook binnen de gezondheid of binnen onderwijs zou kunnen denken. Waardoor je niet zo in die eenvoudige logica zit van wie hard werkt, die verdient ook heel veel. Want het ingewikkelde is van die logica dat je dus ofwel als individu, als je er niet in slaagt, denk van ik heb het niet goed gedaan. Of je gaat toch een bijna, ja, hoe moet je dat zeggen, autoritair model ontwikkelen. Waarbij een overheid gaat zeggen, zoveel mag iemand niet verdienen. Of we gaan toch het allemaal wat beter verdelen. Iedereen moet in schaal 14 of schaal 15 of schaal 8 zitten. Dat complexe model heeft natuurlijk ook nadelen. Want je hebt natuurlijk sferen waarin mensen alleen maar nadenken over hun eigen kantoortje. Of alleen maar nadenken als je in de gezondheidszorg zit over je eigen gezondheidszorgsysteem. Hoe zit het dan met die wereldwijde ongelijkheid? Zou je daar dan niet toch ook over na moeten denken? Nou, dan wil ik u nog in de laatste 5 minuten die ik heb een heel andere filosofische benadering presenteren. Namelijk de zogenaamde capabilities approach. Is er iemand die deze benadering kent? Ja? Waar kent u hem van? Op school gaat lopen. Maar... Oké. Nou, de capabilities approach is een relatief nieuwe theoretische benadering van over hoe nou het wereldwijde welzijn bekeken kan worden, de wereldwijde rechtvaardigheid. En hij is ontwikkeld door de econoom Amartya Sen, Nobelprijswinnaar. En de Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum is daar verder op gaan nadenken. En die heeft ook een hele lijst met capabilities uitgedacht. En het basisidee is dat je nadenkt over rechtvaardigheid en gelijkheid in termen van capabilities. Namelijk de mogelijkheden die mensen hebben om datgene waarvan ze redelijkerwijs denken dat het de moeite waard is, om dat ook te kunnen zijn of te kunnen doen. Ja, dus het gaat om opportunities, om capabilities. Laat ik een voorbeeld geven om dat uit te leggen. Stel je voor, u woont in een ontwikkelingsland en u hebt ongelooflijk veel geld. Nou, dan zou je kunnen denken, die persoon heeft niet te klagen.
Maar stel nou dat u voor dat geld geen toegang voor de tot de gezondheid zou kunnen kopen. Of stel dat er helemaal geen wegen zijn waardoor u niet eens naar het ziekenhuis kunt gaan of naar een school toe. Dan kunt u wel heel rijk zijn, maar uw opportunities, uw capabilities om datgene wat u waardevol vindt, om dat ook te kunnen zijn of te doen, die zijn er niet. Nou, op die manier kijken Sen en Nussbaum naar ontwikkelingslanden en of sowieso kijken ze wereldwijd en kijken van wat zou nou rechtvaardig zijn? Hoe kun je nou zorgen dat mensen die capabilities hebben waardoor ze een menswaardig leven kunnen leiden? En Martin Nussbaum heeft daartoe een lijst ontwikkeld met 10 capabilities. Bijvoorbeeld het feit dat je moet kunnen leven, gezond moet kunnen leven, zodanig dat je een bepaalde lengte van leven hebt die normaal is. Dus het betekent dat je niet met je op je 10e moet overlijden. Of zij heeft er ook op staan dat je niet geconfronteerd zou moeten worden met geweld. Of dat je in staat moet zijn om bindingen aan te gaan met mensen en dieren. Nou, zo heeft ze een hele lijst gemaakt. En ze zegt, we zouden eigenlijk wereldwijd moeten eisen dat alle landen een soort minimum kern van deze capabilities garandeert. Zodat mensen op zijn minst een menswaardig leven leiden. En als het dan over verongelijkheid gaat, dan zou ik zeggen, heel veel mensen wereldwijd kunnen zich op dit moment verongelijkt voelen. Als je in Afrika woont, je hebt een smartphone en je ziet hoe rijk en vreedzaam wij in Europa leven, dan kan ik me zomaar voorstellen dat je verongelijkt voelt. Sterker nog, dat het misschien zo is dat jouw leven niet voldoet aan de minimale menselijke waardigheid en dat je dus niet alleen verongelijkt voelt, maar ook vernederd. Nou lijkt mij dat als wij op politiek niveau onze politieke leiders ertoe aansporen om zo'n lijst aan capabilities te eisen of voor te leggen aan alle landen wereldwijd, dat je ertoe bij kan dragen dat die meest ernstige vorm van verongelijkheid, van je vernederd voelen, eigenlijk geen menswaardig leven leiden, dat je ertoe bij kan dragen dat die vorm van verongelijkheid in elk geval verminderd wordt. Martha Nussbaum zegt dat boven dat minimum zij eigenlijk geen uitspraken wil doen over de ongelijkheid. Het gaat haar in die capabilities approach heel erg om die minimale vorm van menselijke waardigheid. En zelf zou ik dan zeggen van als u nou iets van deze benaderingen meekrijgt die ik vandaag heb aan u voorleg, zou ik zeggen probeer die twee benaderingen te combineren. Dus probeer op politiek niveau die capabilities approach van uw politieke leiders af te dwingen lukt meestal niet, maar probeer in elk geval, net als er heel veel gedaan is op het gebied van mensenrechten, probeer om ook deze mogelijkheden wereldwijd te garanderen, dat we daar ons voor inzetten. En daarnaast zou ik zeggen, gebruik die benadering van Wolzer om binnen bepaalde sferen, dus ook straks binnen uw kantoor of misschien heeft u een heel andere omgeving, na te denken over welke logica, welke manier van denken kan ik gebruiken om hier binnen deze sfeer na te denken over een vorm van gelijkheid die ertoe leidt dat zo min mogelijk mensen zich verongelijkt voelen. Nou, met deze preek hoop ik dat ik u wat gelijkheid meegeef, ervan uitgaande dat wij allemaal ongelijk zijn en dat die diversiteit misschien des te meer reden is om een vorm van gelijkheid uit te denken waar niemand zich verongelijkt voelt, ook al is die anders dan een ander. Dank u wel.